Potaptic. De Vrijze. Bal onderschept door Van Oekelen. Rijbold. De versnelling van Lambert Smits. Molenbeek komt er voor het eerst uit. Met Alou, goede voorzet tegen Colotico. En dan moet daar Svetlicic ingrijpen. Tiende minuut van de partij. De eerste keer RWDM. Dit is Ibrahim Karkpo. Vanuit Sierra Leone. Maatje van Kapaka. Die wel bij de andere ploeg speelt ondertussen. Overgekomen van RWDM. Colotico. Bal kwijt aan Beloufa. Grijze. Tavdic. Huismans doorgelopen. Dat is een goede combinatie van Germinal Peers tot Kapaka. Goal! Tegen zijn ex-club. Knap gedaan. Paul Kapaka. En RWDM afgestraft. Eén keer zelf in de aanval gegaan. De counter opgelopen. Doorgaans speelde het met veel volk achter de bal. En nu een goede combinatie. Kapaka alleen voor Gert Hoemen. En mooi naast hem in doel. 0-1. Een verdiende voorsprong voor Germinal Beerschot na een kwartier. Goed weggedraaid van Butera. Zoekt dan Colotilco. De counter van Molenbeek. En Luciano plat. En zo krijgen we toch nog eens wat te zien aan half uur. Molenbeek de hele tijd loerend op de counter. Eén keer kwam hij dan toch uit met Colotilco. Het schot niet hard genoeg om Luciano te verrassen. Colotilco goed afgelegd voor Lambert Smit. Oeslap, de Marokkaan, schuift mee in. Die bereikt Colotilco omdat Beloufa uitglijdt. Colotilco gaat neer over de voet van Berdont en penalty voor Molenbeek. Het begon eigenlijk bij het uitglijden van Beloufa. Berdont moest dan dekking komen geven op Colotilco. Zijn voet stond er, Colotilco erover. En dus strafschop gegeven door de jonge scheidsrechter Jurie van der Velde. Laurent Fassot, ex-standaard. Aanvoerder bij Molenbeek. Oog in oog met Luciano. Die zat er nog bij, maar de bal gaat er wel in. Het is 1-1. Een minuut of 11 voor de rust. De tweede goal van Molenbeek in deze competitie. En helemaal verdiend kan je dat niet noemen. Karkpo even mee opgerukt. Daar is Butera. Goeie bal. Maar Luciano was attent. Molenbeek is beter en beter in de wedstrijd gekomen. En dwingt nu ook de meeste kansen af. 11 minuten ver in de tweede helft. Bijna een uur ver. Van Oekelen. Geen goede voorzet. Maar Colotilco vecht zich weer aan de bal. Lambert Smit. Onder de graszode gestopt door Beloufa. Balvoordeel voor Molenbeek. De kopbal van Colotilco. Over. Germinal Beerschot een beetje weggezakt in de modder van Molenbeek. Letterlijk en figuurlijk nu toch een vrije trap. Met Mark de Grijze. De tweemansmuur moet achteruit. Er is Kapaka. Vuisten van Doemen en dan het schot van Beloufa naast. Toch nog eens één keer Germinal Beerschot dat het moeilijker en moeilijker begint te krijgen. 20 minuten gespeeld in de tweede helft. Rabolt met een vrije trap op een aardige plek. Lambert Smit. De bal zoefde maar net naast. De Tsjechische spelmaker van RWDM. Die een goede wedstrijd speelt. De Grijze even uitgeweken hier aan de rechterkant. Maar centraal voorlopig niemand. De Grijze even tegen de grond. De voorzet van de Vree. Daar is Huismans. Goal! Zijn vijfde al in deze competitie. Ja, het is een beetje tegen de gang van het spel in, want Molenbeek lag zeker niet onder in de tweede helft, maar één goede actie. De Vree met de voorzet en aan de tweede paal komt daar Dirk Huismans opdagen. En via de
de paal in het zijn net aan de goede kant voor Germinal Beerschots. En het staat weer op voorsprong. 1-2. Dirk Huismans. Minuut of twee na de tweede goal van Germinal Beerschot. De gelijkmaker, nee, op de paal, die bal van Kolodilko. Dat is een goede spits hoor, die van Molenbeek. Altijd aandachtig, hardwerkend, zich doorzettend. En nu een goede kopslag. Maar dan zag zijn bal op de paal belanden. Huismans, de beste zwemmer daar. In de pool van Molenbeek. Het verdedigen van Karkbo. Dat is niet onaardig. Rijnbold, Kolodilko wacht. En daar is die gelijkmaker toch. En hij verdient zo de Rus. Kijk eens dat dat hier glijdt. Ze glijden er met z'n allen naartoe. Dat is een echte modderpoel, een half zwembad in Molenbeek. En Kolodilko, de maker van het doelpunt. Zijn tweede in deze competitie. We zitten dicht bij het einde van de wedstrijd. Afgefloten nu. De puntendeling en ik denk dat beide ploegen daar vrede mee kunnen nemen. Voor RWDM trouwens het eerste punt in deze competitie. Molenbeek, Germinal Beerschot, eindstand 2-2.